Goedemorgen. Het is zaterdag 21 september en vandaag ga ik op pad door de EU-regio. Dat is een deel van Limburg, een deel van Duitsland en een deel van België. Voor 19 euro kun je daar de hele dag rondreizen en ik ga laten zien waar je eigenlijk allemaal terecht kan komen met zo'n kaart. Ik zit hier trouwens in het Pullman Hotel in Eindhoven. Dan zit ik dichter in Limburg. Het is van hier een half uurtje straks met de trein naar Roermond waar ik nu heen ga. Het is gewoon chill om in een hotel te zitten, wees even eerlijk. Goed, station Roermond. Vanaf hier kun je met het EU-regio-ticket beginnen. En dat ga ik ook doen met lijn 64 en ik ga dan meteen naar Duitsland toe. Nou, ik heb het kaartje in mijn handen, het EU-regio-ticket. Kost 19 euro. Door de week kun je daarmee in je eentje door de regio reizen, na 9 uur 's ochtends. En in het weekend kun je met z'n tweeën en nog drie kinderen erbij als je wil, met dit kaartje reizen. Dus eigenlijk best wel voordelig, zeker in het weekend. Mijn bus die staat klaar, dat is de enige die daar staat. Ik ben volgens mij ook de enige reiziger. Ik ben benieuwd. Oh ja, ik wou hem eigenlijk uit de Arriva-kaartautomaat halen, maar die deed heel gek. Ik weet niet of dat kwam omdat ik hem in het Fries heb ingesteld. Maar volgens mij zit er iets in die pinpaslezer of zo en dan denkt hij dat er nog wat in zit. Die deed het in ieder geval niet. Welkom in Duitsland. We zijn in Heinsberg. Hier staat een Nederlandse bus nog klaar. Die rijdt dus vanuit Roermond hierheen. Een van de weinige lijnen die echt de grens overgaat. En daarachter is het treinstation. Daar ga ik nu heen richting Aken. Blijft trouwens wel Duitsland. De aankomende trein die heeft 13 minuten vertraging. Mag nog even wachten. Ik vind het wel vrij typerend dat de enige Duitse trein die ik neem vandaag echt behoorlijke vertraging heeft. Is echt een ding hier in Duitsland dat treinen vaak te laat zijn. In Nederland klagen wij wel eens dat de treinen te laat zijn. Het is helemaal niks vergeleken bij hier. Het comfort van deze trein is trouwens best wel slecht. Het zijn best wel harde stoelen. Verder is het gebaseerd op een SLT. Tenminste, een SLT is hierop gebaseerd. Dus het komt wel een beetje bekend voor, maar comfortabel is het zeker niet. We komen nu aan in Herzogenrath. Vanaf hier komt de spoorlijn uit Nederland, uit Heerlen vandaan. Die takt hier aan en je kan hier ook met je OV-chipkaart heen. Dat laat ik straks even zien op station Aken West. Welkom op het al te deprimerende station Aken West. Het ligt vlak naast een groot
Goederentreinstation, dus heel veel spoor, weinig te doen eigenlijk. Ze hebben hier een Nederlandse kaartautomaat neergezet die je ook nog in het Fries kan instellen. En dat heeft dus te maken met de sneltrein tussen Maastricht, Heerlen en Aken die van start is gegaan. Er staan hier zowaar als een van de weinige stations in Duitsland paaltjes op het perron. Dus je kunt hier gewoon in- en uitchecken met je Nederlands abonnement. Dus mocht je een studentenreisproduct hebben, een weekendvrij, een altijdvrij, een dalvrij, noem maar op. Je kan hier en naar Aken Hauptbahnhof en naar Herzogenrath kun je gewoon met je Nederlands abonnement naartoe reizen. Ik sta op de ongure plek dat het Bushof in Aken heet. Het zit niet in de buurt van het station. Het is een centraal busstation, maar niet bij het treinstation. Zo doen ze dat hier in Duitsland. Hier neem ik bus 66, die gaat naar Monschau en dat is in het Eifelgebied. Goed, welkom in Monschau. Dat zeggen ze zelf ook. Ik heb hier een half uurtje voordat de Belgische bus richting Eupen gaat. En het schijnt een heel mooi plaatje te zijn hier, dus ga maar eens even kijken. Ik moet trouwens ook wel even een beetje rekening mee houden dat het flink naar beneden loopt hier. Als ik straks terug moet, zal ik toch wel even 1 of 2 minuutjes langer onderweg zijn. Ik heb helaas niet heel veel tijd, dus het blijft even bij een kort flitsbezoekje, maar het is hier echt prachtig. Allemaal van die kleine straatjes, heel heuvelachtig, allemaal oude gebouwtjes. Zeker een aanrader. En voor 19 euro kom je hier gewoon met z'n tweeën in het weekend. Tot zover het stadje Monschau. Echt een prachtige plek. Kom hier een keertje heen als je er tijd voor hebt. Ik ga nu door met de Belgen, de Walen zelfs, de TEC naar Eupen. Valt zeker niet tegen deze Iveco Crossway van de Walen. Mooie stoelen, schone bus en zelfs opladers voor de telefoon. Een opmerkelijk iets is dat hier een klein stukje fietspad loopt. We zijn nu nog in Duitsland, maar hier ergens loopt een klein stukje fietspad. En dat is België. Kijk, dit. Dat kleine stukje was België en nu zitten we weer in Duitsland. Ik sta op het Bushof van Eupen. Dat ligt in Duitsstalig België. Een heel klein stukje van België is Duitsstalig. Dat kwam door het Verdrag van Versailles. Hier hebben ze een stukje van Duitsland aan België gegeven als straf voor de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Maar ja, daardoor spreekt iedereen hier nog Duits, is het dus ook een bushof. En vanaf hier rijdt er een bus naar Vaals. Goed, ik ben weer terug in Nederland, in Vaals om precies te zijn.
echt Nederland, dat doet helemaal niet Nederlands aan. Hier gaan we weer door naar Aken. Gent. De volgende halte is Aken, Hoofdbaanhof. Ik zit nu in een bus van de AEG, dat is de busmaatschappij in Aken. Net zijn we gecontroleerd, dat gebeurt hier best wel vaak in Duitsland. Undercover, dan stappen er ineens twee passagiers op en die vragen naar je kaartjes. Nou, volgens mij zijn er twee toeristen uitgehaald. Nu gaan we er weer terug richting België. En toen waren we weer op het bushof van Eupen. Ik had eigenlijk op treinstation uit willen stappen, alleen de bus die was 6 minuten te laat. Nou, dan heb ik de trein gemist, dus ik moet nu een uur hier ergens iets gaan doen. Dat is dan weer het nadeel van België. En we zijn aangekomen op het treinstation van Eupen. Even wat drinken gehaald bij de supermarkt. Want ik heb nu nog steeds alle tijd, nog een dik half uur voordat de trein gaat. Ik denk alleen wel dat die hier op tijd zal zijn, die trein, want het is het eindpunt en beginpunt. Dus mijn eerste station, maar eens even bekijken. Nou, ik heb even naar de trein gekeken wat voor rijtuigen erin zitten. Normaal zit er ook een I10 rijtuig in. Dat is een wat ouder rijtuig en die vind ik zelf wat comfortabeler zitten. Alleen die zit niet in deze stand. Dus dan maar een I11 rijtuig zoeken is ook prima hoor. Goed, ik zit inmiddels in de NMBS-trein of SNCV of zo, dat het in het Frans is. Ik weet eigenlijk niet wat het in het Duits is. Ze hebben voor Frans en Belgisch hebben ze aparte talen natuurlijk hier. Frans en Vlaams natuurlijk, Belgisch, dat is geen taal. Maar ik weet niet wat de officiële benaming is in het Duits. Maar goed, we zijn net iets te vroeg vertrokken, dus de machinist die vertrok heel langzaam. En we kruipen nu langzaam weg uit station Eupen, richting Luik. Bonjour, bienvenue à l'entrée ici en direction de Liège-Guimet, la zone de Bruxelles, Grand Saint-Pierre, Yonstal, de Combert, Terminus. Prochains arrêts de ce train sont le Carré Central et Liège-Guimet. En ik ben aangekomen op station Luik-Gennemen. Hierbij beëindig ik ook deze video. Voor 19 euro ben ik echt door drie landen heen geweest. Ben 18 keer de grens gepasseerd. Voornamelijk ook omdat de Belgen een heel raar fietspad hebben. En ik ben hier gekomen. Nou, wil je dat een keertje doen? Je kan gewoon zo'n ticket kopen bij de buschauffeur, bij de treinticketautomaat of online. 19 euro in het weekend met twee personen, door de week met één persoon. Ik kan het je enorm aanraden. Zo voor deze video. Vergeet niet te liken, te abonneren en tot de volgende keer.